Sjus. Hé, hey, sinds wanneer loopt er de camera met me mee? Nou ja, dan we gaan naar de combine toe. Zo, even de ding aankoppelen. En we gaan. Zo. Verkeerde kant. Zo. Oké, nou ja. Het is een stukje rijden naar de combine toe. Maar nou ja, dat mag de pret niet bederven natuurlijk. Nee, het mag de pret niet bederven. Ja, dit. Hallo. Ja, hallo met je vader. Waar woon jij tegenwoordig eigenlijk? In Duitsland. Oh, hallo. I speak Duits, ja. Wat moet je van mijn pa? Kun je even komen, want ik heb een paar problemen met mijn rekenen en ik heb een paar problemen met mijn boerderij en nog veel meer dingen. Dus wil je alsjeblieft even komen naar Duitsland. En wat moet ik daarmee? Ja, even kijken natuurlijk, of ben je zo dom? Nou, dankjewel pa. Ik kom eraan. Oké, tot zometeen. Want ik zou net gaan oosten, zeg maar. Want deze boerderij... Oké, die heeft alweer opgehangen natuurlijk. Zit hier? Wacht, zit hier? Ja. Alarmlichtjes aan. Hey, waarom gaan mijn alarmlichten niet aan? Anders... Alarmlichtjes. Bom. Oké. We kunnen vandaag niet oogsten. Ik zal wel weer het loonbedrijf afbellen hoor. Ik laat mijn vrouw het wel weer allemaal doen. Weet je wat, we slaan hier gewoon af. Nee. Sorry dames, sorry hier. Nee. Daar staat een auto. Hier staat nog geen auto. Zo. En dan pak ik de massievergies om. En dan ga ik daarmee even naar Velsbrun. Lekker stukje rijden. Ik wist helemaal niet dat die trekker hier stond. Nee, ik ben gisteren hier aangekomen, zeg maar. Op naar Velsbrun. En dan ga ik jullie niet meer lastigvallen. Tot straks. Zo. Zijn we aangekomen? Ja, we zijn aangekomen. In Velsbrun. Yay. En ja, als het goed is, rijdt mijn broer achter me. Zullen we even contact maken? Tuut. Ja, hallo, gestoord, gek! Goedemorgen. Heb je last van je avondhumeur? Een beetje. Oké, maar even vraag je. Ben je al vlak bij Velsbrun? Ja. Top, want ik rijd nu alvast naar pa toe. Ik ben bijna bij pa. Weet je, bij de afslag naar pa. Als je dan wat rechtdoor rijdt, dan ben ik ongeveer bij de biogas daar. Dus ik kom er over een kleine half uurtje aan. Oké, tot dan. Hoi. Hallo, dit is de voicemail van Wiemer. Wiemer is in dit moment... Ik weet dat je hier zit. Ik weet dat je... Later! Ik weet dat je zit, Wiemer. Trouwens, even een dingetje. Ik zie een paar nergens op een boerderij. Wat moet ik er tegen doen? Tuut! Ja, ho! Gestoorde gek! Hi! Goedemorgen, heb je last? Goedenavond, heb je last van je? Oh, tumeur, ja. Ik kan niet bij pa komen. Zal ik gewoon beginnen? Of zal ik hem even bellen? Ja, bel hem even liever dan. Oké. Dan ga ik niet op. Doei! Tuut! Tuut! Even met pa bellen. Tuut! Tuut! Hallo, met wie spreek ik? Met je zoon, Roy.
allemaal hoela. Oh ja. Wie mag je allemaal hoela? Ja, ik weet wel wie je bent. Ben je er al? Je zat toch ergens in België? Ik zat in Gelderland. Ik ben er al. Ik meen dat je in België zat. Waar zou ik alvast beginnen? Zal ik even een dingetje... Je hebt wel mooie tracks trouwens. Oh, dank je. Ja, ik ben meer in de nacht van... Ik ben nu gaan slapen. Ik ben mijn avonddoekje aan het doen. Je mag ook wel slapen. Okay. In het huis bij de domwagen, weet je wel. Met de wespreide ding. Oh, ik zit bij dat andere huis. Daar kan ik ook slapen. Toch? Nee, ik ga bij dat andere huis slapen. Anders scher je hier al weg. Oké. Okay. Met welke trekker ben je? Of ben je hier met de auto toevallig? Ik ben met de trekker. Met welke trekker? Een massie. Ah, boe! Ik ga slapen. Doei! Zo jongens, dus de volgende dag zullen we weer pa even bellen. Tuut! Ja, alles gestoorde gekko! Ik ben al wakker om 7 uur. Wat moet ik doen? Voer de koeien maar. Heb je voer? Nee. Nee, maar wat moet ik even doen, pa? Ik stap er vast in de chandeer. Ja, voer maken. Of je mag over gras maaien met het knetter. Met dit mooie droog hooien. Oké, ik ga proberen. Je kunt wel minder geld krijgen, dat weet je. Oh, nou, doe dan maar niet. Oh, ik heb toch nog weg ernaast zitten. Maar, of zal ik anders even kijken of de winkel wat voer heeft? Ja, prima. Moet je wel zien hoe je het thuis krijgt met de keeper, maar mag niet zo wat. Maar ik heb geen mengwagen, ben ik vergeten te kopen. Ik heb het laatste nieuwe spullen gekocht, daarom heb je ook een nieuwe bak aan voor. Dus, dan maar zeg ik, later koetje kalen. Trouwens, wie ben je ook alweer? Ik ben Roy. Ik ben niet die gestoorde Wiemer. Oh, ja, ik zal trouwens zo meteen ook even Wiemer opbellen, dan maar zal ik even zien. Ja, die zou gisteravond over een half uurtje toen ik hier was, er dus ook zijn, maar die kwam op een of andere manier niet. Gek, hè? Nou, dan zal die wel last van hebben van zo'n half en 10 uur. Want anders is altijd hoe hij te laat komt. Ja, dus maar ik zal hem wel even... Gek. Nee, ik bel hem wel even op. Tuut. Ja, gestoorde gek! Hallo, ik was bij pa. Ja? Waarom was jij er niet? Geen idee, eigenlijk niks. Waar ben jij nu? Duitsland. Waarom ben jij in de vredesnaam daar? Je moest in Velsbrun zijn. Dat is inderdaad in Duitsland, maar... Waarom ben jij hier niet, in Velsbrun? Jij zei dat het in het Noord-Duitsland lag. Nee, ik zei je moet in Velsbrun wezen. Ja, jij zei dat Velsbrun in Noord-Duitsland lag. Dus ik ben helemaal naar Noord-Duitsland. Ik ben het is in Zuid-Duitsland. En wie noem jij een sukkel? Ik ben zelf een gestoorde gek. Goed zo. Jan, wat doe je? Ik ga even wat extra spul halen voor pa. Hij heeft helemaal niks. Oh. En het gaat voor zijn eigen centen af, gelukkig. En zei je ook een mengelwagen? Nee. Misschien moet je die eerst even kopen. Ja, hallo. Zijn budget is maar 100.000 euro, hè? Oh, en je weet hoe pa in geld is. Ching, ching. Ja, dat. Dus als jij dat even wil regelen, graag. Dan regel ik wel een mengwagen. Dan ben ik er over ongeveer een uurtje. Nou, die is er al. In Velsbrun, hè? Eigen schuld als hij er nu niet is. Hij kan het gewoon op een routeplanner zetten. Afwijzen. Oké, accepteren. Hallo. Ja, hallo, ik ben in Velsbrun. Wat kan ik doen? Waar ben je in Velsbrun? Bye-bye. Ik zie je nog niet staan. Ja, ik ben lopend gegaan. Hè? Ik ben lopend gegaan.
God, man. Heb je geen trekker of zo? Nee? Ja, ik heb een trekker. Die vet. Hier. Dit is mijn trekker. Die zijn van pa. Nee, die zijn van mij. Even voor de duidelijkheid, vriend. Die zijn van pa. Nee, die zijn van mij. Ik heb eentje gekocht. En het is te vet. Die vet 400 zwaarheel. Nee, die is van pa. Ha. Hè? Die heb ik gekocht. Maar hij staat bij hem. Omdat ik geen geld heb om te laten importeren. Godmannetje. Dus dan had ik wat op mijn pa staan. En even een vraagje. Had pa ook zo'n pallet voor ergens? Moet je mij vragen. Ik ben Pablo. Tuut. Ja, logisch, stoorde ik. Dit is al de derde keer dat je me belt vandaag. Waar heb je de palletvork? Die staat op de maaltrailer in de geur. God, man, nou, oké, ik zal niet meer bellen. En trouwens, er is ook daar sturen van je budget afgegaan. En dat ik even mineraalvoer heb gekocht. Heb je dan ook gras gekocht in mengwagen? Dat is, heb je daar ook nou, iets aan? Een mengwagen gaat de Wiemer kopen. Oké. En gras, dat gaan we maaien. Oké. Je weet wel dat je niet langs de kunstmestrooier en mestheen mag rijden. Waarom niet? Gewoon niet gestoord, die gek! Oké, tuut. Ik zou nog maar bellen. Oh ja, en trouwens, mijn broer, wat gaat hij straks doen? Nee, ik moet even ophouden met bellen. Mijn beltegoed is nog maar 3 cent. Ik zou even wat bijbestellen. Ik zou weer oneindig veel beltegoed. Waarom heb ik die balenwagen? Ja, gelukkig. Ik kan daar ook spul op zetten namelijk. Oké, even kijken. Dat was even de droom. Maar waarom een paar mijnen gestoord gek? Dat is Wiemer toch? Wacht, ik bel hem even. Ik zet even in mijn telefoon niet Wiemer, maar gestoorde gek. Ik zal even gestoorde gek bellen. Dit. Hallo, dit is de voice. Ik weet dat je... Ik ben gestoord gek en ik kan op dit moment niet opnemen. Dus ik weet tuut. Later, doei. God, mannetje. Ik weet heus wel dat hij dat zelf inspreekt, hoor. Hij wil gewoon niet met mij bellen. Ik word buitengesloten, pa. Ik ga pa niet weer lastigvallen. Maar ik ben Wiemer. Wacht, ik app hem even. Wanneer kom je nou in Velsbrun helpen? En wanneer koop je de voedingsmengwagen? Zo. Tuut. Ja, hallo. Ik heb je appjes gelezen. Top. Ik koop ze zo meteen, maar dan moet ik eerst even thuis zijn. Want ik ben dus even op hun website aan het kijken. En ik heb misschien een goede gezien in de tweedehands. Ik weet niet zeker waar ze bestaat. Want ik ben een gestoorde gek. Ja, zo heb ik hem ook in de telefoon staan. In jou. In plaats van Wiemer heb ik jou nu in de telefoon staan als gestoorde gek. Zet dan meteen weer Wiemer in, anders vermoord ik je meteen. Wiemer. Oké, dank je. Doei. Dit. Hallo, dit is de voice van Wiemer. Ik had nog niet eens opgehangen. En ik ben gestoorde gek, dan weet je al dat ik me opneem. Dus later. Accepteren. Ik ben op een boerderij, vriend. Ja, kom even in de woonkamer, daar zit ik. Wat bij de laptop. Even kijken. Ik zie jou niet zitten bij de laptop. Waar ben je?
je hallo gestoorde gek. Ik zit gewoon in ons eigen appartementje hier. Oh, die? Ja. Of in zo dom. Oké. Waar je letterlijk een blok gewicht neer hebt gedonderd van de zon weer. Klop. Oké, ik zal even aankloppen. Ja, hallo dames en heertjes en koekenberen. Ja, hallo gestoorde gekko die me in zijn telefoon een gestoorde gek heeft genoemd. Ja, nou gestoorde gek, ga jij nog een voormerkje ophalen of hoe zit het? Ik ben bezig, oké. Ga mee. Met rijden! Waarom staat de chandelier midden op het pad? Gewoon omdat ik het leuk vind. Ik zie alles vanaf het appartement hoor. Oh god! Gosh, wat dan? Fuck it, Tarly, doe ja! Ja! Fuck it, doe ja! Ik zit nog steeds gewoon aan de lijn hoor. Jammer, shit. Ik heb stiekem een geheime zender in de trekker gebouwd hoor. Niet zeggen, niet doorvertellen. Niet doorvertellen, maar ik heb gewoon een geheime zender. Ik heb gewoon een microfoontje. Serieus, ik heb de microfoon in de trekker opgehangen. Dames en heren, we zijn de in mijn eigen trekker. En voor de duidelijkheid, is niet jouw trekker, hè? Jawel. Nee, dit is de trekker van pa. Nee. Dit is de trekker van pa. Ha, 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 ha. Alles wat je kan is leef. Alsof je laatste dag is, je leef. Als op de morgen. Niet bestaat, het leef. Alsof je laatste dag is. Hoe kan je ineens spannen in de zonder? Oh, daar heeft Kees een fotootje voor. Dat doe laat ik niet zien. En blijf alsjeblieft van meteen af, idioot. Ik zit niet eens bij je te trekken. Want ik sla gewoon op neptenen. Kijk. Nee. Nee, het zijn echt tenen. Nee, ik slaap net tenen. Wat een gronde geel te shooten. Even kijken. Die man is echt een gestoorde gekko. Zo zet ik hem in mijn telefoon. Gestoorde gekko. Gestoorde gekko. Ik weiger hem gewoon. Cool. Ik fuck. Ik heb niks zo net gezegd. Ja, dames en heren. Ja, ik heb niks zo net gezegd. Oké, jongens. We bestellen even wat ballen. Wat gaan we doen? Vierkante ballen, ja. Oké, jongens. Dat is even... Wacht even. We zien van rechts tussen... Mij en iemand anders, dat is privé. Dat ben ik! Ik heb gewoon een microfoontje en een luidspreker in de trekker zitten hoor. Ik haat je. Doei! Doei! Iedereen haat zijn broer.
Oké, dames en heren, we gaan even. Gaan we wel makkelijk wezen. Dan heb je nu weer te corrigeren bij mijn video. Wat ben je wel niet allemaal aan het doen? Gewoon. Ga je volleyballen lek prikken? Hey, wacht even. Wacht, ik sta naast je trekker. Zo, kijk. Je doet even. Oh, ik heb het wel even opgesneden namelijk. Iets handiger misschien? Maakt me op zich niet uit. Nou ja, anders geef je de koeien van pa plastic. Plastic. Nou, dat denk je niet. Ik slap je nou even een spiekertje. Ik word gek van een tekstje aan de vreselijke woorden te horen. Of als ik jouw spiekertje sloop. Heb je ze in al de trekkers opgehangen? Ja! Ook in mijn trekker? Je hoort me nu toch? Nee. Ik ben... Ja, oh, grapje. Nou. Maar meen je echt serieus dat je... Zelfs in mijn trekker hebt gedaan. Ja. Ik vind je nu niet meer leuk. Ik had je niet gedaan. Ik kan nu op. Oké, dames en heren. En we gaan weer verder met eten maken. Hallo. Misschien moeten we eerst de mengwagen aangooien. Dit is... Kijk al. Staat de deur lopen? Welke deur? Mag ik het doen? Het voer maken? Of wil jij het doen? Ik. Oké. Dag geit. Dag geit. Je mag zo niet het gaat niet meer serie dan. Oké, sorry. Kom. Of wil je wie mag eten? Oh, sorry, gekko. Ik wil gewoon een boel heiten. Oké. Nou, doen we. Oh, ik vind nog ietsje meer bij in. Zo, 15% mooi. Dat getal had ik toevallig ook in gedachten. Ja. Dan zetten we eerst deze even op de trailer. Welkom. Nee, Roy, niks gezien dat ik ben helemaal tegen de trailer aangebotst of zo. Nee, helemaal niet. Niemand weet ervan dat ik er. Dat gaat wel heel gek zijn, hè? Hallo? Je hebt de spinkertje nog steeds niet gesloopt hoor. Waarom zou ik de spullen van jou slopen? Mag wel, hè? Dat zou ik toch niet doen? Of dacht je dat ik het zou doen? Je houdt me toch? Nee. Waarom zou ik het niet doen? In mijn hart hou ik van je. Huh? In mijn hart hou ik van je. Ja. Dat is een flauwe grap. Nou ja, dat is letterlijk een grap. Dank je. Ietsjes meer naar de fan toch. Oké.
Sammy Jonker 1. Zo, dan moeten we ze alleen nog even wat stro erin doen. En nog wat mineralen voor wat Roy heeft gekocht zo net. Oeh! Shit. Roy, als je dit moment ziet met het editen. Doe dit moment even voor de thumbnail. Ik vind de mensen wel denk ik leuk. Vinden jullie dat leuk? Ja, jullie hebben de thumbnail al gezien lang. Ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Oké, dan jongens, ik denk dat ik zo meteen even het aan Roy overlaat. Ik denk dat we ook zo meteen bijna de video gaan eindigen. Dat kan ik weer gewoon zien aan de camera natuurlijk. En ik hoop dat jullie het trouwens leuk vinden daarboven. In volhoudig. Ik hoop dat jullie dat leuk vinden, want anders heb ik die gewoon pech. En ik ga ondertussen eerst even met die stomme even met de trekker naar huis even mee. Want dan weet ik even zeker dat het goed is eerst even mee. Mee. Even gewoon rijden. Ik zal eerst even met de lading. De kamerbroer die stond gooien. Even de lading bekijken. Als hij het goed vindt. Ja of nee. Zo mooi dan. Oh, die dus een bord in de grond. Zo. Nou, eerst even zien, dan geloof ik. Waar zit die gestoorde idioot nu weer? Maar misschien niet weer voor je. Mooie vent! Mooie vent! Zo. Mooie vent in lelijkheid. Wakker. Oh, kakker. Ik heb hem vastgereden, dus kakker. Dit is naar. We gooien de mengwagen even uit. En we gaan even naar Roy toe. Op zoek naar Roy. En dan vinden we hem zometeen, hoop ik wel. Hallo! Roy, waar ben je? Oh, ja, hij woont natuurlijk daarboven. En pak. Misschien moeten we hier even een ladder voor binnenkort halen. Hallo! Oh, hij zit hier waarschijnlijk in dit appartementje. Hallo! Kat! Oké, jij doet de rest. Ja. Maar jij vindt de fans nu echt zeer vet op vast in hem. En jij erg. Zijn eigen trekker weer heeft vastgezet. God, man, de gilter. Nou, ik zal even kijken. Ja, het is weer raakbaar het gewicht. Dus even zien. Hij is weer gestopt. Ja, man, die zat van los als een tierenlier. En, nee, het is nog niet helemaal goed. Er moet nog even wat mineraalvoer in. Die man ook, kan ook echt helemaal niks, hè. Shout-out naar Wiemer. Letterlijk shout-out naar... Oh, shoot. Sorry voor de microfoon. Shout out.
Shout-out naar Wiemer. Nou ja. Zo. Maar er moet nog wat minder. Zo. Maar er moet natuurlijk nog wel wat mineraal voor in. Dat is wel handig. Als, want dan krijgen ze het optimale voor. Oh ja, misschien is het wel even handig. Het gaat ook weer uit. Zo, ik zet hem weer even op een cabin view. Zo. Hij heeft die balen ook lekker verstandig neergezet. Er zullen vast ook weer allemaal kras op die trailer zitten. Gelukkig neem ik het boeren wel serieus. Goed. Oh, ik zet hem voor jullie weer even op die view. Even kijken of hij perfect... Verkeerde kant. Hij moet iets een beetje omhoog. Hij wordt voor opgenomen voor onze boerderij. Dat is een nieuw tv-programma. Komt in november online. Op het tv. Nou, daarvoor zijn ze nu even aan het filmen. Wat zullen we doen? 100 liter proberen. Laten we 200 liter proberen te doen. Zo. Heel wat liter. Maar, zo. Dan eens even kijken wat. Er zit wat mineraal voor in. Dan kunnen we het nu aan de koetjes geven. Ik laat de winkel vannacht wel even met de spul staan. Ik ben morgenochtend wel even. Er zit ook een beetje mineraal voor in. Dat is wel goed voor de koetjes. Yay! Voor de koetjes! Yay! Voor de koetjes! Yay! Voor de koetjes! Yay! Yeah! Put your hands up! Snel zelf bedacht. Ja, nee. Het is gewoon leuk. Alleen ik vond het gek, want ik wil gaan oogsten. Maar ineens doe ik dan dit. Maar mijn vader keihard helpen. Voor mager loon. Vader is net zo'n strafschop. Niet bij voetbal. Maar ja, je weet wat ik bedoel. Sinds wanneer heeft die man iglo staan? Staan wel keurgerecht, moet ik zeggen. Oh, kijk die pinkjes. Ook mooi in koor. Wat schattig. Schattig, heel erg schattig. Vet schattig. Oké, moeten we alleen even kijken waar wil die man dat ze eten krijgen. Laten we even zien. Voor die man. Klopt niet, hè? Hey, cool. Hoe snel je poort dicht. Voordat ze ontsnappen. Dit heeft ook echt helemaal niemand gezien, hoor. Oh, een van die twee meters kloppen niet. Ik zal het vast straks wel goed weer in editen. Editen is het halve werk. Alleen dan moeten we dat een kleine strookje langs. Hoe gaan we dat nou? Wel een mooie kuun heeft mijn broer gekocht. Zo. Oh, net op tijd. Kan die ook dan... Nee. Ik moet even omrijden. Nou, geeft niks. Alleen anders neemt het voer zeg maar op de grond. Nou, dat moeten we ook niet hebben. Nou, ik hoop dat pa nog een keer uit zijn bed komt. Lui varken. Wat die is. Pa, sorry als je deze video ziet. Even kijken via de drone, want ik kan altijd ook even mee kijken via de drone. Ik heb zin in om steeds heen en weer te kijken. Zo, zo. Of zo.
En nu zal hij weer goed tegen krijgen. Ik hoop dat ik wat kras op zijn trekken mag maken. Zo. Dit is... Mijn pa heeft die nieuwe koers toch goed neergezet. Helemaal zo aan de rand. Vlak naar achter deze schurende silo. Daar is de bezemmaker straks wel even bij. Dat doe ik wel redelijk goed neer. Oké. Laat de trekker gewoon hier staan, de groeten. Zullen we nog even hierin kijken. Daar. Ik heb te veel op één hoop gemikt. Nee, geeft niks. Kijk, allemaal strootjes. Jee. Wat moet... Licht. Oké, maar wat moeten de kalven eten? Zullen we zien? Want dat hoort hier toch te staan. Want ik heb een telefoon. Een heel mooi vierkant ding. Wauw. Wat moeten die... Kunnen dat ook gaan hebben? Oké, dan moeten we dat een keer... morgen denk ik... Bekijken. Dat beestje is zo smal, die past er doorheen. Maar dan zou ik even naar Paas huis zeggen dat alles gedaan is voor vandaag. Alvast van mijn zoontje, die moest ook mee. Leuk, hè? Ja. Nog een ADHD erbij. Nou ja. Dan zeg ik tot de volgende video. Bedankt voor het kijken en adieu!